Ik ben Twan Teurlings. 8 jaar heb ik een bedrijf, Total Pig Farmers Management. Ik heb een kleine 20.000 zeugen hou ik in de gaten. Een 60.000 vleesvarkens. En ik werk heel veel met data. Data van de stal, data van de mensen, data van de techniek. In een kraamstal proberen we vooral voor de zeugen, voor de voeropname en de gezondheid van de dier, proberen we een klimaat te creëren rond die 20, 22 graden. Als je zoveel warmteproductie in een afdeling hebt, inclusief de lamp, zal dat niet meevallen. Dus wat gaan we doen? En daar denken we allemaal te weinig over na, we gaan meer ventileren. Als we dan terugkomen op meer ventileren, biggen die willen eigenlijk minder ventileren, minder luchtsnelheid. Dus voor de biggen doen we het dan eigenlijk helemaal fout. En toen had ik zoiets van, nou, ik ga eens in de markt zoeken of er een alternatief is. Daarbij ben ik bij Schippers terechtgekomen. Daar lagen verwarmingsmatjes, wat testen gedraaid. En toen had ik meteen altijd het gevoel dat de verwarmingsmat houdt de warmte vast. Die geeft de warmte wel aan de big, maar die transporteert hem niet. En een verwarmingslamp heeft veel nastraling. Dus rond de lamp en onder de lamp. En onder de lamp heb ik maar een cirkeltje van 30 centimeter, dat de optimale temperatuur is. Nou, we weten allemaal dat de tonen groter worden. Dus we moeten al 2 lampen gaan hangen. Dan heb ik 2 keer een lamp van 150 watt. Nog meer stralingswarmte, dus moet nog harder ventileren. Dus ik zei van nou, op, we gaan die matjes proberen om die gaan te sturen en te kijken of we daar de afdelingstemperatuur mee kunnen laten zakken en minder trek kunnen veroorzaken. Nou, de productkeuze van de matjes is eigenlijk kunststof, houdt warmte vast en er zit aan de onderkant ook een goed geïsoleerde laag in. Daar hebben we bij gezien dat de matjes in ieder geval geen warmte aan de ruimte geven en vooral vasthouden. Als de biggen erop gaan liggen, dan voelen ze het, zoals je thuis op de vloerverwarming ook voelt, een goede warmte. En die warmte blijft ze vooral in de plaats zitten en dat heeft met die kunststof te maken. Hoe belangrijk is de aansturing van de mat? Vooral bij grotere bedrijven waar meerdere mensen werken, wil ik alles gecontroleerd hebben en op afstand ook mee kunnen uitlezen en gealarmeerd worden van mijn mat is niet op de juiste temperatuur. Daarom hebben we gekozen voor deze aansturing. De voordelen die daarbij hebben, dat is in ieder geval dat de biggen minder in de trek liggen en minder kans op diarree hebben. Voor de zeugen is het ook aangenamer omdat ik een lagere temperatuur heb in de kraamstal. En iedereen vergeet dat ook een beetje. De trek van de dieren, ook bij zeugen, is ook een essentieel deel. Dus dan blijft de voeropname blijft hoger. En de, ja, ook voor de zeugen is het beter dat er ook minder trek is. Terwijl dat je wel voldoende zuurstof krijgt. Waarom? Vooral de combinatie van het klimaat vind ik het zo belangrijk dat het welzijn van de dieren naar voren komt. Dan kunnen we eigenlijk steeds meer naar het natuurlijk gedrag gaan van de dieren. We moeten erover nadenken dat wij in de systemen die we bouwen, dat de comfort van het dier, het welzijn van het dier, vergroot wordt zonder dat we extra handelingen hoeven te doen. En daarom vind ik het gewoon een geschikt product, omdat ik heel veel dingen in één klap wegvang en vooral het welzijn van het dier goed is.